Op neutraal terrein, tussen Amsterdam en Rotterdam, spreken we af op zomaar een trapveldje met Leroy Fer, 20 jaar, verdedigende middenvelder, Feyenoord. Met wat plaatselijke jeugd en met... Ja, nou, ik ben er, jongen. Wacht op jou. En met, zodra hij het gevonden heeft, Vernon Anita. Ook 20 jaar, linksback, Ajax. De twee zijn dikke vrienden en daar hoort zo'n begroeting bij. Waar komt die vriendschap vandaan? Ik denk zelf uit de jeugd. Dat we sinds de C'tjes volgens mij al tegen elkaar spelen. En we weten van elkaar dat we allebei uit Curaçao komen. Dus het klikt eigenlijk meteen. Ja. Is dat echt een vriendschap? Ja, zo is het eigenlijk wel gegroeid, ja. Dat gaat verder dan voetballers die elkaar toevallig kennen? Ja, klopt. Als ik uitga, ga ik met Vernon uit. Dat soort dingen. En ja, het komt ook... Ja, dat vroeger, zeg maar. Als het kan, dan ontmoeten we elkaar wel, ja. Maar meestal zijn we druk, dus het is wel een beetje lastig. Wat de twee bindt, is niet alleen hun passie voor het vak voetbal, maar ook voor muziek. En daarom hebben we vandaag voor de verandering geen bal meegenomen, maar... een human beatbox van Vlijmscherp, de plaatselijke rapgroep. Oh man, jawel. We luisteren gewoon naar rapmuziek, rap, R&B. Rappers als Lil Wayne, Drake, Jay-Z, dat vind ik goede rappers. Ik denk voor hen ook. En ja, dus dat luisteren ook Antilliaanse muziek, omdat we van Curaçao komen. Dus ja, dat zit denk ik in ons. En dat deel je met elkaar? Wissel je tips uit onderling? Ja, dat niet echt, maar wel gewoon muziek naar elkaar toesturen. De nieuwste muziek en kijken wie het wel heeft en wie niet. Dus, Hoe belangrijk is dit voor je, muziek? Heel belangrijk. Het is toch een ontspanning buiten het voetbal en na wedstrijden toe bijvoorbeeld. Daar luisteren we wel altijd muziek, dus het is wel een soort ontspanning. Het is maar een hobby en heel even zijn de voetballers wat verlegen voor de camera. Maar na een beetje aandringen willen ze best wat laten horen. Voetbal blijft nummer 1. Verwacht niet dat ik met rappen doorbreek, maar ik blijf doorrappen. Stay cool, don't hate, zet jullie schaak, maar niet alleen met rap, maar ook alle vlakken. Zijn jullie met de casual en mij kan je niet aanpakken. Ik ben de shit, haat de spiffen als ze komen aankakken. De boy is aanmakken, aangenaam L-E-R-R-A. En waar ik ga is te ver, kijk hoe ik record geen camera, furry. Op de eerste plaats voetbal, daarnaast ben ik een MC. Geef je een paar bars, want gozer, ik heb een plenty. Rap is mijn hobby en zeg me eerlijk, ik ben aardig goed. Ik keel een paar tracks en nou mijn schaal zoals Osama doet. Spit je oren, want je luistert naar de hotste. Ik stap in de boot en Porsche's komen uit de boksen. Aan die rappers KO en ze vragen om een dokter. Want de J.I. die is six-pit lyrics of van de kotsen. Haal. Vrienden of niet, dat ligt in de komende wedstrijd wel even anders. Als we tegen elkaar spelen, dan zijn we gewoon vijanden van elkaar en dan ken ik hem even niet. Maar als we gewoon buiten het veld en bij Jonge Rijn spelen we samen, dan zijn we gewoon goede vrienden. En dan moeten we het beste samen maken natuurlijk. Ja, kijk je naar de laatste ontmoeting. 5-1, Leroy, dat was een trauma, denk ik. Ja, klopt, ja. Dat proberen we recht te zetten thuis, aanstaande zondag. De klassieker dus, Feyenoord-Ajax. En als voorproefje op de strijd op het veld doen we een battle. Een wedstrijd tussen twee rappers. Freestyle, dat wil zeggen ter plekke geïmproviseerd. Ajax-Feyenoord, vorige keer 5-1, dus ik zei tegen Mario, moet je luisteren, Been. Aanstaande zondag gaan we het overdoen, maar met ons 12e man, ja, het legioen. Wat je rapt klinkt wel leuk, maar weten beide dat wij winnen in de Kuip zonder publiek aan ons zijde. En in de Kuip zijn wij de baas. En na zondag kom ik naar je toe, zeg ik sorry en helaas. Laat me niet aan, man. Morgen, 1:30, de klassieker in de Rotterdamse Kuip. Feyenoord, Ajax.